Maar eerst. Het andere grote risico wat er is als er zoveel besmettingen zijn, en die hebben wij helaas niet op dit moment nog in Nederland, is dat er een mutant ontstaat waar geen van de huidige vaccins voor tegen is opgewassen. Dat is Niloufer Gundogan, Tweede Kamerlid voor Volt. En zij maakt zich dus enorme zorgen om die Delta-variant, die ook Nederland best wel in de greep houdt. Gundogan denkt in oplossingen en pleit daarom voor de terugkeer van het mondkapje. Zeker op plekken waar het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. Dus op een terras zie ik het niet zitten, maar in een supermarkt en zeker in zorginstellingen voer dat ding gewoon weer in. Ja, doet weer een beetje denken aan een paar weken geleden, toen je inderdaad ook met zo'n ding in de supermarkt opliep. Je had hem dus net nog op, Victor. Iedereen in de meter had hem netjes op. Ja, de meeste mensen. Uh-huh. Zeg 80%. Uh-huh. Wat me tegenvalt, want van die andere 20 denk ik toch, waarom zou je het gewoon niet doen? Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Alina, heb jij hem nog vrijwillig op als het niet nodig is? Ja, waar? Ja, nou, net ook toen de gebouwen loop, zeg maar. Als ik zeg maar weet dat ik nog ergens moet zitten wachten of zo, zet ik hem op. Supermarkt zet ik hem ook nog wel eens op. OV sowieso, natuurlijk. Ja. Dus ik gebruik nog aardig wat. En word je dan, want in de supermarkt ben je natuurlijk wel in de minderheid, word je dan een beetje als een gekje aangekeken? Of valt het wel mee? Nee, het valt mee. Ik denk zeg maar dat je eerder als een gekje werd aangekeken toen het verplicht was en je het niet deed. Ja. Ja. Nou ja, Mij valt op dat ik draag mezelf in de supermarkt ook nog steeds. De andere mensen die hem daar ook dragen, die kijken elkaar wel aan alsof ze een soort van understanding hebben. Het is toch een band, hè? Ja. Ja. Maar ja, en terecht ook. En ik verbaas me meer over de mensen die dat niet doen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je in het OV op moet, waar je soms toch ook nog best vaak overdag gewoon 1,5 meter afstand kan bewaren, waarom zou je dat in een supermarkt niet doen? Ja. Want daar zit iedereen toch in hetzelfde koelschap te graaien naast elkaar. Gundogan die pleit dus voor de terugkeer van een mondkap. Of dat nou verplicht moet of niet, weet ik niet zo goed. Maar zouden jullie voor een verplichting zijn zoals die vroeger ook was op dit moment? Hè? We hadden de afgelopen dagen best veel besmettingen. Soms 10.000, 11.000. Maar het loopt nu ook weer langzaam terug de afgelopen 2-3 dagen. Nou, moet maar even zien hoe dat dan uitpakt. Want je kan moeilijk iets baseren op 2-3 dagen. Maar laten we even aannemen dat dit zo doorzet, hopelijk. Dat groei ook weer. Ik kom niet op het woord. Exponentiële groei. Ja, ook exponentiële daling is. Dat zou heel fijn zijn. Zou je dan zijn voor weer een verplicht mondkapje? Of is het ook een beetje een eigen verantwoordelijkheid voor iedereen? Ja, waarom niet? Ik bedoel, het heeft wel laten zien dat het vermindert in ieder geval. Mm-hmm. En wat vooral in je hoofd gaat er iets gebeuren van, oh ja, we zitten nog in een pandemie. Ik denk dat dat ook wel een goed idee is. Eens, Victor? Ik zou toch hopen dat veel en veel meer mensen eigen verantwoordelijkheid nemen. Doe dat ding op in een supermarkt. Waarom zou je het niet doen, ook al ben je gevaccineerd? Het gaat uiteindelijk om die solidariteit waar we het net ook om hadden. Ja. En dan hoef je het niet eens te verplichten, maar je zou het ook kunnen adviseren, zoals dat aan het begin ook was. En de meeste mensen luisteren daar dan wel naar. Ja. Ziekenhuizen, we hoorden het ook net zeggen, Gundogan die pleit ook voor bijvoorbeeld in zorginstellingen. Ziekenhuizen die voeren ook zelf er allerlei mondkapjesplichten in. Ik was laatst even in een ziekenhuis en daar inderdaad mondkapje nog op enzovoorts. Is dat nou een beetje failliet van het beleid als instellingen zelf weer gaan zitten klussen met mondkapjesregels? Zou je dat dan toch moeten overlaten aan Den Haag om dat dan toch weer een beetje recht te trekken? Nou ja, als instellingen het zelf doen, helemaal prima. Het laat ook zien dat er behoefte aan is. En als Den Haag volgt, dan volgt Den Haag. Ja, maar het is wel een teken aan de wand als allerlei organisaties uit eigen beweging dit soort dingen weer gaan doen. Ik denk dat Rutte er niet zo graag aan wil. Nou, ik denk vooral Grapperhaus niet met zijn liedje. Dat maar denk ik ook niet. Ja, het lijkt mij een liedje maken. Ja, het lijkt mij voorkomen logisch dat ziekenhuizen er weer aan doen of zorginstellingen. Dat zijn de meest kwetsbare mensen die we hebben in de samenleving. Dat je daar niet het uiterste zou betrachten om veilig te zijn, dat is natuurlijk gewoon volslagen idioot. Ja. En voor jullie staat ook het nut van die dingen wel vast. Want we hebben natuurlijk heel lang gehad het RIVM die daar niet zoveel in zag. Ik denk als je het in het hart van Jaap van Dissel kijkt, dat hij er misschien nog steeds niet zoveel in ziet. Maar bij opeens zit dan maandagavond ook Marion Koopmans van het OMT weer, dat zij hem op drukke plekken nog wel omdoet. En dan denk ik echt, waarom schrijf je dat dan niet in dat 120ste advies dat je deze week weer publiceert? Ja. Waarom doe je dat nou niet? Ja, nou ja, waarschijnlijk omdat er dus geen meerderheid voor is in het OMT. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Wat dat er gaat, kijk ik dan liever over de plas naar het CDC vanuit Amerika. Mm-hmm. Die adviezen zijn heel helder. Ook rondom de grens tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Er zijn nou eenmaal andere leefregels voor nodig. Want er is een ziekte waar je anders tegen beschermt als je een vaccin hebt of als je dat niet hebt. Meer duidelijkheid, dus pleiten jullie voor. Alright, we gaan het even hebben over Frankrijk. Dat land trekt vanaf vandaag weer een beetje aan de rem. Vanaf nu geldt daarvoor heel veel zaken de gezondheidspas. Of zoals de Fransen zeggen, we hebben even aan de telefoon president Macron. Hoe heet dat ding ook alweer? Pas sanitaire.
Ja, dat is hem. De passe sanitaire, die toont aan dat je gevaccineerd bent of negatief getest. Ook als je naar het zwembad of naar de bowlingbaan wil, dan is de vraag: hoe est ton passe sanitaire, s'il vous plaît, of iets dergelijks. Mijn Frans is heel slecht, maar als je passe sanitaire hoort, dan moet je denk ik gewoon even je iPhone laten zien met het QR-codetje erop. Luister even mee naar Frankrijk-correspondent Evelien Belsma. Die vertelt wat de gevolgen van deze pas zijn voor Nederlanders in Frankrijk. Dan moet je in principe, om Frankrijk in te komen, een PCR van die gentest hebben van maximaal 24 uur oud. Dat is laatst aangescherpt omdat Nederland rood is gekleurd op de Europese kaart. Of je moet gevaccineerd zijn en dan moet de laatste prik minimaal 2 weken geleden zijn gezet. Ja, dat zei Evelien Belsma dus. Pas sanitair, zodat je dus bij allerlei, lollige dingen als attracties en evenementen en concerten en dergelijke. En ik geloof vanaf begin volgende maand ook voor restaurants en dergelijke. Je hebt gewoon overal die QR-code nodig. Is dat een goed idee? Ik weet niet of dat vanuit de overheid moet komen. Wat ik eerder al zei, als bedrijven hiervoor kiezen, lijkt me dat logischer. Mm-hmm. Zo krijg je, zo beperkt de overheid niet de vrijheid, maar doet de samenleving dat zelf. Die stelt dan de grenzen. En dat lijkt me eigenlijk beter. Ja, ja, maar als de samenleving het niet doet, dan zou het uiteindelijk de overheid moeten zijn in belang van de volksgezondheid. Ik denk het is geen. Maar is dat belang zo groot momenteel dat dit zou moeten? Nou ja, als je gewoon gaat kijken naar de stijgingen, naar de Delta-variant, naar zeg maar mensen die echt wel zin hebben om weer naar buiten te gaan. Ik denk dat er echt wel zeg maar behoefte misschien wel aan is. Ja. Zeg maar dat je gewoon die QR-code moet laten zien in een goed systeem, wel zeg maar dat je die kan kopiëren. Ja. Ja, het zou kunnen. Kijk, het verschil met Frankrijk is: mensen hebben daar al veel eerder, ruim een maand eerder, de keuze kunnen hebben om zich te laten vaccineren. Boris Johnson zegt: volgens mij in september gaan wij dit in het Verenigd Koninkrijk doen. Als iedereen die dat wil ook volledig gevaccineerd kan zijn. Dat lijken mij logischere keuzes. In Nederland is dat op dit moment gewoon absoluut nog niet zo. Volgens mij duurt dat nog gauw 5-6 weken... voor iedere Nederlander die het wil gevaccineerd kan zijn. Dat je vanaf daarna keuzes gaat maken op basis van hoeveel mensen daarvoor hebben gekozen. Daar is natuurlijk best wat voor te zeggen. Maar dan krijg je dus wel restaurants voor, ja, ik zou bijna zeggen restaurants voor gevaccineerden en restaurants voor niet-gevaccineerden. Dan krijg je toch een soort tweedeling in de samenleving. Maar is dat erg? Ik ga liever naar een restaurant waar ik weet dat iedereen die daar ook zit gevaccineerd is. Ik zou me veel veiliger voelen. Ik betaal best gerust een eurotje extra voor mijn colaatje dan. Ook dat nog? Ja hoor. Daar ben ik op zich wel mee eens. Ik voel me dan ook een stuk veiliger. En ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld zelf naar de Eurovisie geweest. Nou, iedereen moest testen. Ja. Nou, je kan heerlijk genieten als je weet dat iedereen getest heeft. En ook, weet je, grotendeels gezond is. Ik bedoel, uiteindelijk waren er 5 besmettingen per show. Dat is niks met een zaal met duizenden mensen erin. Nee, precies. En nu, we hebben dus, als je gevaccineerd bent of getest, heb je natuurlijk die corona-check-app. Die gebruik je nu eigenlijk in de praktijk niet in Nederland, denk ik. Ja, je gaat natuurlijk om te reizen. Maar waarvoor zijn we anders gebruiken? Het was natuurlijk bedoeld om met festivals en dergelijke te doen. Maar goed, daar zijn we ook weer even tijdelijk mee gestopt. Dus jullie zouden het niet erg vinden om, als je dit systeem hebt en het werkt redelijk goed, om dat vaker in te zetten. Ook als je, weet ik veel, de IKEA in wil. En waar het gewoon lekker die QR-code op je hoofd printen, zodat je overal gescand kan worden. Nou, dat niet. Maar bijvoorbeeld, kijk naar een festival als Lowlands. Hoe zuur is het dat zij straks niet door mogen gaan? Ja. Stel, zij zouden mogen zeggen: iedereen die volledig gevaccineerd is, inclusief die 2 weken met die QR-code, mag naar binnen. Er zijn vast genoeg 10.000 mensen die dat hebben. Dus het festival zou volstaan en het zou direct ook een stuk veiliger zijn voor de volksgezondheid in het algemeen. Ja. En daarmee help je ook de economie en de ondernemers. Ja.